is je boy Jurgen Boelheide hier zo. We zijn vandaag weer met de On The Table bezig. Als je die vorige aflevering van Brendan Vos en Ismael Lon nog niet gecheckt hebt, ga die gelijk checken. Niet te lang doen, ga kijken. Laat iets achter, laat een beetje love achter. Subscribe, abonneer, doe wat je moet doen. Vandaag heb ik een best wel stevige jongen die toekomstgericht is. MMA vechter mag je zeggen. Misschien kan je hem herkennen van fragment nummer 1. Fragment nummer 2. Zijn tegenstander, Patrick, zet druk. De stoten behoorlijk zwaar zijn voor Tony. Je ziet echt... Fragment nummer 3. Stel even voor, man. Mijn naam is Tony van Dijk, 27 jaar. Ik woon in Breda. Ik ben professioneel MMA-vechter. Sinds kort mag ik mezelf ook professioneel kampioen noemen. Ik ben kampioen bij Sanchi in Bulgarije. Ik streef ernaar om een goed persoon te zijn. Om van het leven te genieten. En ook mijn steentje bij te dragen om de wereld net een iets betere plaats te maken. Dan hoe ik erop ben gekomen. Dus dat is wie ik ben. Allereerste vraag. Ja. Wie is Tony van Dijk? Ja, Tony van Dijk, dat is nu een vechter, dat sowieso, professioneel MMA vechter, zoals ik net al zei. Ja. Goed persoon. Oké. Okay. Tikkeltje ongeduldig, eigenwijs, dat ik ook. Rechtvaardig. Humoristisch. Tenminste, okay. ik vind mezelf grappig, dat is lachen. liefdevol met het hart op de juiste plaats. Ik denk dat dat in het kort is. Oké, okay, dat is goed. Vandaag ga ik bij Tony zijn rug en zijn schouders voornamelijk behandelen. Hij heeft een beetje last en natuurlijk ook die schouderkop gewoon aanpakken. Zoals je kan zien, hij heeft best wel grote schouderkoppen. Dan kan je die makkelijk gewoon goed aanpakken. Beetje beuken, hij moet een beetje huilen, dus dat gaat wel goed komen. Hij gaat even toegeven. Dit keer gaat hij aftikken bij de massages. Maar naast dat kunnen we gewoon beginnen, man. Je zei net goed persoon. Wat bedoel je precies daarmee? Ja, goed persoon, dat vind ik ook weer zo arrogant klinken. Ja. Maar, is niet per se arrogant. Ja, ik snap je, maar ik streef ernaar om een goed persoon te zijn. Dus ik streef ernaar om mensen rechtvaardig te behandelen. Om bij te dragen aan een betere samenleving. Om goed te zijn voor mijn medemens. Juist. Goed te zijn voor mezelf. En dat is denk ik wat mij een goed persoon maakt. Proberen mensen te inspireren om beter te doen. Dus dat in het kort. Zou je zeggen, een goed persoon die slecht doet of een slecht persoon die goed doet? Oeh, is een goede vraag. Want wat ik heb gehoord is dat jij een goed persoon bent die goed doet. Ja. Ja, een goed persoon die goed doet. Ja, jij zegt, ja, je gaat vergelijken een goed persoon die slecht doet. Ja, of een slecht persoon die goed doet. Ja, als ik tussen die twee moet kiezen, dan zou ik zeggen een goed persoon die wel eens slecht doet. Wel eens slecht doet. Ja. Perfect zijn we niet? Perfect zijn we niet. Juist. Ik denk dat ik van nature, diep van binnen, een goed persoon ben die wel eens slecht doet. Juist, oké. Okay. Ja, man. Mooi. En jij? Ik, ik ben een slecht persoon die goed doet. Ja? En wat maakt je dan een slecht persoon? Ik kan het niet perfect hebben de eerste keer. Ik ga soms gewoon mijn bek, dus ik doe eerst... Tenminste, een paar keer doe ik de eerste stap iets fout, voordat ik het goed kan maken. Weet je, dus ik maak altijd een misstapje en dan pas corrigeer ik het. Dat is niet altijd zo, maar als je nieuw ergens instapt, dan moet je heel veel leren. Dus je gaat fouten maken. Weet je, dus op dat gebied, als ik iets heb gedaan en ik heb iemand gekwetst, ga ik wel altijd na een tijdje terug naar die persoon toe om te zeggen van, hey, weet je, I fucked up. Mijn excuses bij deze, maar echt gewoon één op één. Ik ga je niet bellen of wat, ik ga echt contact met je proberen op te zoeken. Dus daarom zou ik zeggen van, een slecht persoon die goed doet. Weet je, dus op die manier. Maar ik heb het ook weer van een film, Equalizer 3. Ja. Yeah. Met Denzel Washington. Ja, yeah. Toen vroeg een man, toen hij, heb je die film gezien? Equalizer 3, is dat die, met dat kartel, of niet? Nee, is het met Denzel Washington, waar hij in Italië zit met de kartel. Oh, Italië, ja, wel met de kartel. Ja, met de kartel, ja, Italië, met die maffia, ja, die heb je gezien. Die arts vroeg hem van, ben je een slecht persoon?
Ben je een goed persoon die slecht doet? Of ben je een slecht persoon die goed doet? Toen gaf hij aan van, ik ben geen van beide. Mm-hmm. Toen zei die arts van, dan ben jij juist een slecht persoon die goed doet. Dus je doet eigenlijk slechte dingen, maar je maakt het eigenlijk tegelijkertijd weer goed. Dus hij vermoordt de maffia, yeah. Wat ook weer niet kan, maar hij kan ermee leven. Hij maakt die andere mensen wel gewoon gelukkig daarmee. Zo'n beetje. Ja, precies. Ja, ik interpreteer hem anders. Okay. Maar toen jij die vraag stelde, moest ik gelijk denken aan een stukje van John Jones. Uh-huh. Daar wordt op een gegeven moment ook aan hem gevraagd van, ben je een goed persoon die slecht doet? Of een slecht persoon die goed doet? Yes. En hij zegt dus dat hij eigenlijk een slecht persoon is die goed wil zijn. Dus die zijn best doet om goed te, ja, zijn. Maar hij is van binnen, is het gewoon een bad guy, zeg maar. Ja. He, die doet net als dat hij die vrouw onze boven had gereden, die zwanger was en weg was gerend. Hij zit aan de coke, gekkigheid allemaal. Juist. En hij zegt dat hem dus eigenlijk een slecht persoon maakt, maar hij probeert een goed persoon te zijn. Juist. Dus zo interpreteerde ik hem eigenlijk van, oké, ben jij van nature dus eigenlijk slecht? Juist. Terwijl je goede dingen probeert te doen, of andersom? Maar ben je, is hij ook een van je favoriete vechters? In de kooi gezien, dan zeker, man. Dan zeker. Ja, het is... Op MMA-gebied is er denk ik niemand die beter is dan hij. Oké. Nee. Om even terug te komen, toch? Ja. Waar ben je begonnen met vechten? Waarom of waar? Ja, waar? Waar? Ik ben begonnen bij Rootless, man. In Rotterdam. Bij Stefan. Ja, man. Lems. Klopt, ja. En hoe was het? Ja, dat was... Dat was voor mij echt wel heel noodzakelijk. Uh-huh. Hoezo noodzakelijk? Ja, dat ga ik je vertellen. Ik heb een beetje een turbulente jeugd gehad. Dus niet dat het heel heftig is. Dat is natuurlijk ook weer relatief gezien. Mm-hmm. Ik ben veel verhuisd vanwege scheiding van mijn ouders. Ook veel, tenminste, redelijk wat gepest geweest op de basisschool, middelbare school. Mm-hmm. Waardoor ik heel erg mezelf begon af te zonderen. Okay. Dus ik zat heel erg veel in mijn kamer. Als ik uit school was, gelijk naar huis toe. Niks doen, niks, mm-hmm. Niks meer ondernemen. En... Uiteindelijk word je daar een beetje een zwak zieltje van, zoals ik het allemaal noem. Oké. En op een gegeven moment begon ik een beetje uit te dijen, vind ik wat dikker. En toen dacht ik van, dit kan zo niet langer. Ik moet mezelf gaan verbeteren. Juist. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met karate in Rotterdam. Okay. Ik zat daar op Schippersinternaat. En dat deed ik een maandje en toen stopte die trainer ermee. Dus dat was gelijk een goed begin. En ik was heel erg fan van Bruce Lee. En ik wist dat hij een systeem had ontwikkeld dat Jeet Kune Do heette. Ja. Dus ik ging googlen van Jeet Kune Do Rotterdam. En er was een school die dat gaf, dat was de Old School. En toen ben ik dus eigenlijk begonnen met Jeet Kune Do. Dat deed ik toen, ja, ik denk een halfjaartje ongeveer. Mm-hmm. En toen kwamen ze bij mij op school, bij het Scheepvaart en Transportcollege. Kwamen ze een MMA-kliniek geven, een free fight kliniek was het toen nog. En een paar klasgenoten van mij zeiden, hey, toen die kon een free fight clinic geven, ga je mee? Dus ja, is goed, wel tof toch? Dus wij gaan daar naartoe. En na de training, die werd toen gegeven door Amir, en kwam hij naar ons toe in de kleedkamer. Hij gaf visitekaartje van Oosterbaan Gym, daar zat Rootless, die zat in datzelfde gebouw. Yes. Van joh, ik zie dat jullie wel aandacht hebben, als jullie het tof vinden, dan wil ik je uitnodigen om eens langs te komen bij ons op de sportschool, dan kan je met echte vechters trainen. Yes. Dus wij, gelijk een beetje een paar veren onze kont gekregen natuurlijk, borstje vooruit, en denk dat vakketje gaan we wel even wassen. Yeah. Dus wij lopen daar naar binnen. Uh-huh. Ik ga mede met die training, ik heb een pak slaag niet in Tokio gekregen. En sindsdien ook eigenlijk nooit meer weggegaan, maar die sportschool daar, yeah, die heeft me wel... het zelfvertrouwen gegeven dat ik vandaag de dag heb. Dus het heeft me om leren gaan met de hardheid van het leven. Juist. Dus door middel van de vechtsport ben ik om leren gaan met grote gasten. Ik was vroeger was ik ook. Ik ben een keertje overvallen door een groepje buitenlanders. Laten we gewoon zeggen zoals het is. Mm-hmm. En vanaf dat moment was ik ook een beetje, ik wil niet zeggen racistisch, mm-hmm, maar ik was wel een beetje angstig voor mensen van een andere afkomst. Dat was ook eigenlijk mijn eerste echte ervaring die ik daarmee had. Okay. Maar ja, toen bij Rootless, daar zaten alle nationaliteiten door elkaar. Ja, dat klopt. En toen ben ik er echt wel mee leren omgaan. Dan heb ik echt wel gezien van, joh, mijn
eigen gedachtegoed mm-hmm. is gewoon niet juist. Weet je, die personen waren slecht. Mm. En mijn gedachte van iedereen is zo, juist. Is gewoon niet juist. En ik had altijd een logische reactie is van mezelf, mm-hmm. Omdat ik dat natuurlijk heb meegemaakt op die manier. Ja. Maar het was niet de juiste manier om daarmee om te gaan. En dat heb ik dankzij de vechtsport wel geleerd. Om dat iedereen gewoon goede. Juist. Dat overal goede mensen zijn, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, man, dat heeft me wel echt heel veel gebracht. Maar je hebt dus. Doordat je vroeg gepest werd, mm-hmm. ben je gaan vechten. Ja. Maar je gaf net ook aan dat je ook weer in een internaat. Ja. Heb gezeten. Ja, Schippersinternaat. Een Schippersinternaat. Ja, ja, ja. Hoe komt dat voor zo in principe tot stand? Nee, mijn vader die woonde op een schip. Ja. En toen ik geboren werd eigenlijk al. Okay. Dus heb ik de eerste 4 jaar van mijn leven op een schip gewoond. Okay. En toen was het, rond de 4e, 5e was het tijd om naar school toe te gaan. Toen is mm-hmm. mijn moeder van boord afgegaan. En toen heb ik eerst in Zevenbergen gewoond. Een jaar of 2 en toen zijn mijn ouders gaan scheiden. Uh-huh. Dus ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Yeah. Ik had best wel moeite met de scheiding en kon niet zo goed bij mijn stiefvader overweg. Dus toen heb ik op mijn 11e uh-huh. besloten om van mijn moeder vandaan naar mijn vader te verhuizen. Yes. Ja, mijn vader woont op een schip. Dus dan moet je toch ergens een uitvalsbasis hebben. Yes. En voor mensen die op een schip wonen, hebben ze een schippersinternaat ontwikkeld. Okay. Dus dat is eigenlijk alleen voor schipperskinderen. Oh. Dus daar zag ik dan. Van zondag tot en met vrijdag. En dan ging ik het weekend ging naar mijn ouders. Oké. Okay. Ja, man. En dus je hebt best wel veel gereisd? Ja. Waar heb je allemaal gezien? Ja, wat. Gewoon qua waar ik heb gewoond. Ja. Nou, ik heb dus. Wat ik zeg, de eerste 4 jaar van mijn leven op een schip. En toen ben ik naar Zevenbergen verhuisd. Ja. Van Zevenbergen ben ik naar Drunen toe gegaan. Mijn moeder dan. Uh-huh. Toen ben ik eerst een jaartje naar Werkendam toe gegaan. Heb ik bij mijn opa en oma gewoond. En daarna naar Rotterdam. Daar heb ik dus op het Schippersinternaat gezeten. Juist. En van Rotterdam naar Waalwijk. Toen nog een keertje naar Werkendam. Mm-hmm. Van Werkendam naar Tilburg. Juist. En toen naar Breda en daar woon ik nog steeds. Ah. Ja. Dus je hebt heel Nederland zo'n beetje wel gezien? Ja, zo'n beetje wel. Ja, man. Het pesten. Ja. Je werd er ook depressief van? Ja, ja. Ik denk wel dat je het depressief kan noemen, ja. Zou ik het leven niet meer zitten. Ja. Ik denk wel dat je het zo kunt noemen. Ik keek heel negatief naar het leven. Ja, klopt. Ja. Maar hoe ben je met die situatie omgegaan? Want het kan best wel iemand breken. Het maakt je of het breekt je. Ja. Weet je, bij jou heeft het juist, je hebt eerst erin gezeten. Ja. En toen zag je gewoon voor jezelf van, nou, dit moet echt gewoon anders. Ja. Toen ben je eruit gestapt. Maar hoe was dat stukje om eruit te stappen? Ja, dat vind ik interessant dat je dat vraagt. Dat is ook iets waar ik zelf veel over na heb gedacht. Op een gegeven moment dan. Want dat heeft je eigenlijk gepusht. Klopt, klopt. Ja, het is. Ik ben. Tap. wat ik net al zei, ik zat best wel negatieve spiraal in het leven. Mm-hmm. Maar ik keek al best wel veel. Video's op YouTube over vechtsport en motivatie. Mm-hmm. En daardoor ben ik denk onbewust wel een beetje. Oh, fucking hell, joh. Gemotiveerd. Ja. En ook geprogrammeerd van, joh, je bent zelf verantwoordelijk voor je leven. Mm-hmm. En je kan wel altijd de vinger blijven wijzen. Yes. Van, het is jouw shot of het is zijn shot of yes. whatever. Maar aan het eind van de rit. Dan is het allemaal. Ik heb volgens mij ook eens een filmpje van gezien. Okay. Aan het eind van de rit, op het moment dat je op sterfbed ligt, mm-hmm. dan is het uiteindelijk jouw verantwoordelijkheid. Jij hebt toegestaan dat iemand jou een bepaald iets aandeed. Of jij bent op een gegeven moment met de pakken neer gaan zitten. Je weet niet wat jou. Of tenminste, je kan niet altijd iets aan doen wat jou overkomt. Mm-hmm. Maar je hebt wel de keuze van, joh, hoe ga ik hiermee om? Juist. En dat is op een gegeven moment een beetje bij mij erin gecijpeld, mm-hmm. denk ik. Waardoor ik dus op een gegeven moment heb gezegd van, joh, ik moet iets anders gaan doen. Mm-hmm. En dat begon heel praktisch, want ja, ik was wat dikker. En ja, om dikker te worden moet je, of om daarvan af te komen moet je gewoon beginnen met sport. Juist. Ja, en welke sport ik tof vond, dat was gewoon vechtsport. Oké. Okay. En daar is gewoon mee begonnen, man. Dus eigenlijk gewoon van, joh, ik kon een beetje afvallen. En leren om voor mezelf op te komen.
En daar ben ik vechtsport gaan doen en ja, nooit meer mee gestopt. En dat is, maar wanneer is het pesten gestopt? Ja, ik denk al vrij snel hoor, want ik begon dus met Jeet Kune Do. Ja? Ik denk dat binnen een jaar, dat is wel een dingetje, maar ik kan wel redelijk obsessief zijn over iets. Als ik dus iets wil, dan ga ik er ook gelijk voor. Ga je er gewoon 200% voor? Precies, precies. Dus ik ging op een gegeven moment spijbelen van school om te kunnen trainen. Maar bij Oosterbaan hadden ze ook in de ochtend vaak training. Ik weet niet meer hoe laat, maar laten we zeggen van 9 tot 10. Ja, ja, klopt. En als ik dan om 8:30 op school moest zijn, dan koos ik ervoor van joh, ik spijbel de eerste uur wel, ik ga kickboksen. Mm-hmm. En zo maak je op een gegeven moment veel meer uren en ja, dan leer je gewoon dingen. Je leert gewoon letterlijk om mensen te bossen natuurlijk. Juist. Dus je krijgt wat meer zelfvertrouwen, want je weet van oké, als jij bepaalde dingen tegen mij zegt en je gaat te lang door. Mm-hmm. Dan gaat het niet goed aflopen voor je. Ja, dan krijg je gewoon een stomp op je bekje. Precies. Gelukkig is dat, heb ik dat nooit hoeven doen hoor. Okay. Maar ja, daardoor hield het pesten wel op. Snel op eigenlijk. Ja, sinds ik mee ben, toen ik mee ben begonnen, zeg ik binnen een jaar of zo. Okay. Was ik daar wel van. Als je iemand tegen zou komen die gepest wordt. Ja. Wat voor advies zou je diegene meegeven? Want ja. jij hebt het meegemaakt. Ja man, ja weet je. Je bent echt zelf verantwoordelijk, man. En dat klinkt heel hard en het is het misschien ook. Maar ja, kijk, zoals David Goggins heel mooi zei. Ja, goeie, het is niet zo. Het is niet fijn als iemand je uitscheldt voor dikzak of je daarmee pest. Ja. Maar in alle eerlijkheid, misschien ben je wel gewoon dik, toch? Heel zwart-wit? Heel zwart-wit, hè? Ja. Het is niet chic. Ja. Maar ja. Je bent gewoon dik. Je bent misschien wel gewoon dik. Ja, klopt. Dus dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen, jij mag mij niet meer dik noemen. Dus dan ga je eigenlijk de controle bij iemand anders leggen. Ja. En dan ga je dus proberen om de wereld te veranderen. Want niemand mag jou meer dik noemen. Juist. Of als jij niet dik genoemd wilt worden, leg je de controle bij jezelf. En zorg dat je afvalt, waardoor je niet meer dik bent. En ja, dan kun je ook niet meer uitschalen. Dus ja, neem zo het. Zo kan je het ook zien, ja. Neem gewoon de controle terug in je eigen handen, man. Juist. Dat dus, zou ik zeggen. Maar jij bent altijd wel een gecontroleerd persoon geweest. Je bent altijd in principe de persoon geweest die controle wilde hebben. Ja. Dat was ook weer zo in de gym. Ja. En tijdens de wedstrijden. Mm-hmm. Als je met iemand bezig was tijdens een partij. Mm-hmm. En het ging niet zoals je dacht dat het zou gaan. Mm-hmm. Dan begon je negatief te praten. Mm-hmm. Hoe komt dat? Heeft het echt gewoon te maken dat je zo geobsedeerd bent dat het my way is the highway? Of heb je meer zoiets van, je bent gestructureerd, alles moet volgens planning lopen? Nou, en dus ook dat heb ik weer geleerd door sport. Uh-huh. Ik ga deze even een paar keer aanpakken. Ja, ja, doe maar. Ik hou wel als moet. Ah, fuck. Deze is wel stevig. Nog 4. 3, 2, 1, juist dan. Ja, ik was wel iemand ben nog steeds wel iemand die graag de controle heeft. Mm-hmm. En dat is wat Vexport mij ook heeft geleerd van, je hebt tot een bepaalde hoogte heb je controle. Juist. En dat is met Vexport gewoon, hè. Kijk, als ik echt altijd de controle had, dan had ik al mijn wedstrijden gewonnen, dat is niet gebeurd. Juist. En dat is ook wel de les die Vexport mij heeft geleerd. Van ja, je hebt controle over bepaalde elementen. Mm-hmm. Daar kan je alles uithalen. Maar je hebt bijvoorbeeld geen volledige controle over winst of verlies. Juist. En dat is ook moeilijk om, tenminste vond ik moeilijk om daarmee te dealen. Mm-hmm. Want ja, je kan alles geven. Je kan gewoon het perfecte trainingskamp hebben. Je kan er perfect in zitten in de kooi. Ja. En alsnog verliezen. Juist. En dat is heel hard. Maar ook dat is weer hoe het leven is. Heb jij dan te weinig gegeven? Nee, dat hoeft helemaal niet. Soms kom je gewoon tegen jouw meerdere man. Soms kom je gewoon tegen een persoon die beter is dan jij. En zo is het gewoon. Of ben jij de persoon die jezelf bent tegengekomen? In mijn geval is dat wel bij een aantal partijen gebeurd. Kijk, ik weet zelf ook uit ervaring, omdat ik ook wel eens heb gevochten. Mm-hmm. 9 van de 10 keer vecht je tegen jezelf. Ja, klopt. In de ring. En heel veel mensen begrijpen dat niet. Mm-hmm. Je hoort stemmetjes in je hoofd. Mm-hmm. Van nee, ik kan het niet aan. Of ik kan het wel aan.
Ja. Weet je, die stoot is hard, het doet pijn. Ja. Je moet nu stoppen. Maar als, je bent echt gewoon letterlijk tegen jezelf aan het vechten. Klopt. Was dat grotendeels bij jou ook weer het geval? In sommige partijen wel. Mm-hmm. Dus mijn laatste verliespartij bijvoorbeeld tegen Molka. Mm-hmm. Die had ik gewoon moeten pakken. Yeah. Maar ja, ook niks ten nadele van hem. Hij heeft gewoon fair and square gewonnen. Mm-hmm. Maar dat was wel een stukje onzekerheid die bij mij speelde. Dus ik sloeg hem aan het eind van de eerste ronde neer. Ja. Ik denk dat we nog een seconde 40 te gaan hadden. En op het moment dat ik hem neersloeg, dacht ik van, oh shit man, ik moet het nu afmaken. Dus Ik gooide gewoon alles wat ik kon gooien, dus zonder precisie. Juist. Waardoor ik dus mezelf leeg sloeg. Juist. En hem niet heel veel raakte. Mm. Waardoor hij die ronde overleefde en ik eigenlijk aan het begin van de tweede ronde kapot was. Ja. En dus, dat duurde het weer een ronde voordat je eigenlijk hersteld was? Nou ja, toen heeft hij dus de tweede ronde, wist je mij neer te halen, bovenop te komen en kon ik er niet meer uit. Toen heb je zo'n tikje over verloren. Ja. En dat is dus eigenlijk vanuit een stukje onzekerheid bij mezelf, uh-huh, waardoor ik er dus op die manier mee om ben gegaan aan het einde van die eerste ronde. Ja. Waardoor ik mezelf heb leeggeslagen. Dus in dat geval heb ik inderdaad van mezelf verloren. Want als ik die onzekerheid niet had, had ik hem neergeslagen. Juist. Had ik gewoon kalm en composed gebleven. Mijn stoten uitgekozen en had ik hem er waarschijnlijk uitgeslagen. Ja. Dus in dat geval wel. Alleen, ja kijk. Het kan zo zijn dat ik een perfect trainingskamp heb. Mm-hmm. Weet je, dat alles gewoon goed gaat. Juist. En het kan ook zijn dat op dat moment, mm-hmm, op het moment dat de coin stappen, bij mijn tegenstander precies hetzelfde is gebeurd. Ja. Dus dan is alles goed, alles klopt gewoon, alles is gewoon zoals het is. Ja. En bij hem ook. En dan kan het zomaar zo zijn dat hij gewoon net de betere man is die avond. Ja. Dus dan heeft het helemaal niks mee te maken dat je zelf iets hebt laten liggen of dat er ergens bij jou iets is misgegaan. Ja. Dan is hij gewoon de betere persoon die avond. En dat is ook gewoon hoe het leven is, toch? Klopt. Sommige dingen, dan doe je alles perfect. En toch valt de munt net niet jouw kant op. Mm-hmm. En zo oneerlijk als het klinkt, zo is het wel gewoon. Daar moeten we wel gewoon mee dealen. En dat maakt denk ik ook wel het avontuur van het leven, toch? Ja. Hoe lang heb je bij Rootless getraind? Oh, best wel lang, man, eigenlijk. Ik heb heel mijn amateurcarrière bij Rootless gezeten, sowieso. Ja? Denk 5 jaar. Oké. Heb je ook daar getraind? Ik ken Stefan en Jamil, heel goed. Ja, ik ken ze van, want ik heb een tijdje, heel kort hoor, mm-hmm, heb ik een paar keer geweest trainen bij Melvin Manouf. Oh ja. En die twee waren gewoon regelmatig daar. Mm-hmm. En toen ben ik in contact met ze gekomen. Stefan spreek ik nog regelmatig, mm-hmm, en Jamil ook. Weet je, dus zodoende, maar ik ben ook een paar keer Jamil gaan behandelen in de gym, bij Rootless, dus vandaar dat ik ze ook gewoon ken. Dus, maar ik weet gewoon van Stefan, hij is een type trainer die heel erg van het werken is. Mm-hmm. Werk en geloof in jezelf, mm-hmm, weet je, dus dan gaat de rest van gaat het sowieso goed komen. Maar hij houdt van mensen die werken, die echt inzet tonen. Dus als je iets wil bereiken, is hij bereid met jou dat af te leggen, mm-hmm, om daar te willen komen waar je wilt komen. Weet je, dus dat weet ik gewoon van Stefan. Hij heeft zijn hart gewoon op een goede plek, man. Zeker. Dus op dat gebied. Dus je schouder zit vast, man. Ja, man, dat zeg ik van mijn schouder, man. Hey, Stefan die heeft mij ook echt wel mentaal sterk gemaakt, man. Ja. Als Stefan dit ziet, thanks Stefan. wat ik zeg, ik was best wel onzeker, mm-hmm, in mezelf gekeerd. En dankzij Rootless, dankzij Stefan, mm-hmm, ben ik echt wel, denk die zelf, is mijn zelfvertrouwen gewoon ontzettend gegroeid. Mm-hmm. Ben ik heel erg uit mijn schulp gekropen. Juist. En dat ook omdat hij mij dus blootstelde aan het geweld dat bij Rootless plaatsvond. Omdat geweld. Ja, het is gewoon zo, toch? Kijk, daar kwamen gewoon harde gasten. Uh-huh. Nou ja, sowieso als je uit Brabant komt, uh-huh, en dan kom je ineens in Rotterdam terecht. Dat zijn gewoon andere type mensen. Dat zijn gewoon, hè, niet lullen maar poetsen, zijn gewoon. Ja, dat zeggen ze inderdaad. Havenarbeid, is gewoon wat harde volk, toch? Juist. Kijk, in Brabant schelden ze uit met pannenkoek.
En in Rotterdam zeggen ze dat je in de gang klein bent, zeg maar. Ik weet dat dat mag, maar... Ja. Snap je? Ja. Dus als, voor mij was het sowieso al best wel wennen. En dan kom je in zo'n gym. Ja, wat zeker vroeger, want toen was het MMA nog... ik weet nog goed, toen we daar binnenkwamen... Nog vrij jong. Het was sowieso vrij jong. En toen hingen er ook nog overal stickers van... MMA is not a crime. Dat was echt nog een beetje die tijd, zeg maar. Ja. Dus de gasten die MMA deden, waren ook allemaal van die kasten, tatoeages overal. Echt gewoon stereotype bul, zeg maar. Juist. Dan kom ik eraan als manneke van 14, 15, die nog een beetje nat achter de oren is, zeg maar. Mm-hmm. En sta je op de mat met die gasten en je moet gewoon met die gasten gaan sparren, toch? Ja. En die doen echt niet zakjes met je. Nee, klopt. Nee. En dat is wel iets waar Stefan mij aan heeft blootgesteld. En dat is ook wel waardoor ik dus uiteindelijk een bepaald zelfvertrouwen kreeg. Van ja, als ik met deze gasten kan omgaan. Uh-huh. Ja, wie gaan we dan iets maken, toch? Juist. Ja, dat is inderdaad zo. Ik heb misschien iets voor je. Ik ga het even pakken. Ja. Hi iedereen, is je boy JB Sportmassage hier zo. Vandaag ga ik het hebben over selfcare. Zelfzorg. Wanneer ga je een moment voor jezelf nemen om voor jezelf te zorgen? Wanneer ga je die inplannen? Ga je gewoon door blijven gaan tot je bij neervalt? Of ga je nu... een massage inboeken. Selfcare betekent een moment rust, een moment ontspanning, een moment om te ontstressen. Het is belangrijk om te ontstressen, we kunnen niet door blijven gaan. Dus daarom zeg ik, plan je selfcare moment in bij JB Sportmassage en dan kunnen we hieraan werken. Peace, ciao ciao. Als je me kan vertellen wat deze foto zegt, kijk deze. Ja man, dat was, zal ik jou eerlijk zeggen, die partij, dat was de enige partij dat ik echt bang was, oprecht. Maar hoezo? Dat ga ik je vertellen. Ik was, Stefan die vond mij nog niet echt klaar om een wedstrijd te vechten. Oké, hij laat je echt niet vechten als je niet klaar voor bent. Dus, precies, dus ja. Maar dit was mijn tweede partij. Dus ik had mijn eerste partij, toen was ik 18. Ja. Tegen Sam Appels en Stefan die vroeg op een gegeven moment in de gym, jongens, wie wilt er nog vechten? Ja. Ja, ik zeurde er al best wel lang om, toch? Van, ja, ik wil vechten. Maar ik wist dan, ik was altijd wel een beetje, ik heb er echt lang over gedaan om niet meer bang te zijn voor stoten. Jees. En om gewoon het gevecht aan te gaan. Dus op een gegeven moment, ik naar Stefan, Stefan, ik wil wel. Ja, Tony, jij nog even niet. Misschien is het net iets te vroeg. Dus toch een beetje blijven zeuren. Uh-huh. En toen zei Stefan op een gegeven moment, nou vooruit, ik geef je een kans. Okay. Zien. Soms dan moet je gewoon, dat zegt Stefan ook wel, soms dan moet je gewoon kijken, toch? Soms moet je gewoon iemand de kooi inzetten. Want sommige gasten die zijn op die gym wat minder en die komen in de kooi en dan komt het beest eruit. Ja, is klopt. Dus uiteindelijk toch die kans gekregen, hard voor getraind, die eerste partij. Ja, je weet niet zo goed wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar ik wilde ook eigenlijk gewoon eentje vechten. Dat was wat ik zeg, toen was ik 18 en op het Schippersinternaat, daar moest je op een gegeven moment ook vanaf als je 18 jaar bent. Dus ik zei tegen Stefan, ja, ik moet binnenkort ook het internaat of ik wil gewoon een keer een partij vechten. Ja. Dus heeft me dus die kans gegeven. Ging goed, in de eerste ronde liet ik hem aftikken. En toen denk ik een half jaar later. Mm-hmm. Half jaar later. Toen vroegen ze mij, ja, Tony, wil je nog een keer een potje knokken? Ook bij hetzelfde evenement, stay down. Mm-hmm. Ja, is goed. En toen moest ik eigenlijk tegen een... Tegen een grondvechter. Ja. Dus ik moest dus tegen een grondvechter vechten. Daarop voorbereid. En toen 2 weken van tevoren werd er tegen mij gezegd van Tony, tegenstander is veranderd. Je moet nu tegen deze en deze gast vechten. Dimitri Herrie heet hij. Okay, je weet het nog. Ja. Dus ik zocht hem op YouTube. Uh-huh. Hij stompte iedereen ook uit. Maar wat ik al zeg, ik heb er echt lang over gedaan om niet meer bang te zijn voor stoten. Ja. Maar ja, in de wedstrijd... Als je tegen een grondvechter moet het ergste wat er gaat gebeuren is dat je moet aftikken, weet je wel. Ja, dat is niet echt zo'n groot risico. Maar dan loop je tegen zo'n beuker zoals die Dimitri. Uh-huh. Ja, je gaat nog koud, hoofdpijn. Het maakt je toch wel wat druk om wat andere zaken. Juist. En toch die partij aangenomen. Stefan zei van, ja, Tony, niet zeiken, je gaat het gewoon doen. Uh-huh. Prima. En want ik wil Stefan ook niet teleurstellen. En we staan daar voor de doeken, zeg maar, om op te lopen. Uh-huh. En... Stefan zag dat ik een beetje zenuwachtig was of zo.
En hij pakt die spons met dat koude water wat hij altijd heeft. Hij splasht die zo in mijn gezicht. En hij geeft me echt twee volle vlakke handen. Gewoon recht op mijn smoel, toch? En toen dacht ik van, wat flik je me nou? Maar ik stond wel gelijk aan. Dus ik stap die ring in. En eigenlijk bijna de eerste stoot die ik kreeg van die gast was gewoon een volle rechts direct op mijn kin. Oh, wauw. En terwijl ik een low kick gaf, geloof ik. Dus hij pakt mijn been een beetje, boom. En ik ga liggen. En ik denk, oh, is dit alles? En toen kwam ik dus los. Ik gaf het eerste ronde gaf ik hem gewoon een paar body kicks. En het ging redelijk heen en weer. Tweede ronde begint. Ik heb die video nog op mijn telefoon staan. Tweede ronde begint en ik besluit om die middentrap omhoog te gooien. Dus we beginnen, handje aantikken, even kijken en ik gooi hem gelijk omhoog. En zijn hand gaat naar beneden, want hij denkt dus dat die bodykick komt. Ja. En je schopt hem op zijn hoofd, zo knock-out de ring uit. Ah, en ik was zo fucking trots dan. En dat is wat je daar ziet, als dat jongetje die dus eigenlijk een man is geworden, toch? Ja, je zegt, klopt. Dat is wat die foto zegt. Maar dat zegt dan meer. Dat alleen, weet je, wat je hebt meegemaakt in het begin. Ja. Dat je er toch wel beter uit kan komen. Ja, 100%. Weet je, want je zegt dat je beroofd bent. Ja, klopt. Ja. Zou je, als je die jongen nu terugzet in diezelfde situatie waar jij was, zou jij het anders hebben gedaan? Als ik nu zeg maar... Ja, die jongen die had gewonnen, die partij had gewonnen, in die situatie stond van dat hij beroofd werd op dat moment. Weet je, de reden waarom ik beroofd ben, ik was toen met een groepsgenootje van het internaat ook. En we waren met een paar dames aan het chillen. Vond ik sowieso spannend. Hè. Ik was 12 of zo. Ja. Dus ik had mijn beste outfit aangetrokken. Ik was een beetje molliger, dus ik moest van mijn kleren hebben. En ik had toen ook net een nieuwe telefoon, een HTC Touch Diamond met zo'n pennetje, weet je wel, Windows erop. Het werkt voor een meter, maar het was wel hip. En wij hadden met die dames dus gewoon afgesproken en op een gegeven moment rond een uurtje of 10 was het tijd om naar huis te gaan. Dus wij zetten die dames bij de tram af. En wij wachten nog eventjes tot die tram wegrijdt. Ja. Zodat wij weten van oké, we hebben er in ieder geval alles aan gedaan zodat die dames netjes thuis komen. Echt een gentleman gewoon. Precies. Yes, ja. En aan de achterkant van die tram stapt dus een groepje buitenlandse jongens uit. Ja. Maar ja, ik was me echt van geen kwaad bewust. En die tram die rijdt weg, hun blijven daar een beetje staan. En wij lopen terug naar het internaat. En op dat moment krijgt in één keer Delano, zo heet die jongen waar ik mee was, krijgt een klap. En ik krijg een duw en een van die gasten zegt, ik heb hier een gun. Dus ik verstijf eigenlijk helemaal. En toen zei ze van, loop met ons mee. Dus wij moesten meelopen, we liepen voor en uit. En ik weet nog goed, Delano die kijkt mij aan en die zegt tegen mij, kan je rennen? Want het was, ja, ik denk 300 meter naar het internaat. Ja. En ik was zo onzeker, ook over mijn fysieke kunnen, dat ik gewoon zei van, nee man, dat ga ik niet doen toch? Dat kan niet. Daar worden gepakt en worden in elkaar geslagen. Ja. En de lader die besloot om bij mij te blijven. En toen werden dus al onze spullen afgepakt. Eigenlijk vanuit mijn eigen onzekerheid, want als ik nu dus ook terugkijk, we liepen voor die gasten uit. Ja. Ik weet niet hoe oud die gasten waren, misschien een jaartje of 16, 17. Maar als we waren gaan rennen, hadden we het waarschijnlijk gewoon gered. Er was niks gebeurd. Dus als die jongen van die wedstrijd op dat moment daar had gestaan, had ik wel gerend. En dan was het waarschijnlijk niet gebeurd. En dan had ik dus ook waarschijnlijk niet die negatieve associatie gehad voor een aantal jaar met buitenlandse jongeren. Juist. Wat eigenlijk heel zonde is geweest. Ja, maar eigenlijk heeft dat je wel een beetje gevormd naar de persoon die je vandaag de dag bent. Tuurlijk. Want dat had je nodig. Ja, zeker. Om te kunnen evolueren. Zeker. Ja. Weet je, dus ik zie het meer zoiets van, alles gebeurt met de reden. Zeker. Nee. Weet je, het is wat het is. Dat je beroofd bent, is jammer. Maar het heeft je wel gevormd. Naar de vechter wie je vandaag zeker, bent geworden. Man. Ja, en zo kijk ik er ook altijd naar inderdaad. Dus wat dat betreft ben ik voor elke situatie die in mijn leven is geweest, ben ik dankbaar voor. Juist. Dat is wel netjes, man, dat je het hebt weten omswitchen. Ja, zeker. Je, zeker. Dus, dat is toch wel mooi. Ik heb nog een foto voor je. Nog een foto. Ik ga nog een paar foto's op je gooien. Ja, dus, schiet er wel maar uit. Ik wel, er komen leuke verhalen uit. even kijken. Dan hebben we deze. Kijk hem hier. Ja man, dat was een teamgenoot van mij. Mm-hmm. Die daar met die trofee staat. Yes. Jordi Spitters. Die moest toen vechten bij Fight Club Den Haag. Oké. En
Jordi was echt wel een heel getalenteerde jongen. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar hij nu staat. Hij heeft nog wel uit, hij is ook prof gegaan. Uh-huh. Hij is, volgens mij is hij een beetje. Voor mij is hij gestopt met de sport of zo. Okay. Ik zie niks meer van hem. Maar in ieder geval, Jordi Spitters. Een kleinere gast ook. Hoor. Volgens mij vocht hij op. Ja, niet zwaarder dan 66 kilo in ieder geval. Oké, okay, heel lichtje. Super explosief. Volgens mij. Antilliaan ook, Antilliaanse gast. Uh-huh. Super explosief, aardige gast ook. En die dag moest hij dus vechten in Den Haag. En we gingen met best wel een grote club van Roetlus. Gingen hem supporten. Uh-huh. En hij was. Of hij was ook net 18, als je het al was hoor, want hij was echt jong. Uh-huh. En hij moest tegen een gast van in de 30 vechten. Dus wow. dat was echt wel een dingetje. Uh-huh. En hij sloeg die gast echt helemaal af. Ja. Hij sloeg hem neer en hij ging ook ground and pound, alles zat onder bloed. Het was echt een zieke partij. Hij is echt totaal geslagen. Ja man, ja, dat was echt heftig. Dat was ook inderdaad van die Roetlus periode. En Jordi was echt Roetlus. Ja, maar die Roetlus periode heeft je wel gewoon een soort van strategie gegeven. Om door bepaalde situaties heen te komen. Ja, wat Roetlus gewoon heeft gedaan, zoals ik er nu op terugkijk. Ik denk dat ik nu wel bij een technischer MMA-team zit. Ja? Dus dat ik nu mezelf als vechter wel verder aan het ontwikkelen ben. Uh-huh. Ik denk alleen dat Roetlus mij de confrontatie met de hardheid van het leven heeft gegeven, waardoor uh-huh. ik mentaal op een bepaalde manier ben gevormd. Yeah. Dat ik met elke uitdaging wel om kan gaan, dat ik met elk verlies wel om kan gaan. Uh-huh. En dat is de hardheid die Roetlus heeft in hun team en wat mij hebben gebracht. Okay. Dus het heeft me heel erg veel heel erg gevormd, uh-huh. Maar vooral niet zozeer als vechter, maar vooral als persoon. Juist. Dus dat heeft Roetlus mij vooral gebracht, man. Ja. Maar naast het vechten, mm-hmm. Werk je ook. Je bent ook als beveiliger gaan werken. Ja. En hoe ben je daarmee omgegaan? Want je hebt een hele andere kant van het leven gezien. Mm-hmm. Nachtleven, mm-hmm. alles brengt, het brengt sowieso heel veel gezeik met zich mee. Mm-hmm. Bij de gym. Ja. En naast de gym ben je ook weer in de avond bezig, geld mm-hmm. verdienen. Ja. Je hebt nu je meisje. Ja. Weet je, dus het heeft je, je wordt gewoon steeds meer zelfverzekerder. Mm-hmm. Je doet je ding. Maar een heel goede vriend van jou heeft je daar gebracht. Mm-hmm. Deze foto. Ja, dat is die hè. Onze ja. Quint. Ja. Hier was je nog 70 kilo? Nee, ik was wel iets zwaarder. Ik weeg nu 92 en daar woog ik. Ik vocht op 77 en dat was okay. Amateur. Dus denk ik dat ja, 82. 10 kilo lichter dan nu wel. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Quint. Quinty heeft mij, toen het was op een dag, toen vroeg Quint aan mij van, joh Tony, heb je zin om mee te gaan naar bij een feestje om te gaan beveiligen? Yes. Dus ik dacht van, ja, ik heb geen beveiligerspapier, niks. Mm-hmm. Zei, nee, dat wordt geregeld. Dus een paar uurtjes werken. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Yes. En volgens mij kreeg ik toen ook iets van 100 euro voor die avond. Mm-hmm. Een paar uurtjes. Dus ik dacht, ja, is goed toch? Dus ik met Quint daar naartoe. Uh-huh. En was er bij zo'n ja, soort half illegaal underground feestje was het. In Rotterdam. In zo'n groot flatgebouw en dan daar onder in de kelder. Uh-huh. Maar wel gewoon gezellig. Beetje van die, zo'n technofeestje was dat zeg maar. En ik moest dan alleen eventjes de entree doen. Uh-huh. Dus het was dan, ja, ik noem maar even iets, van 7 tot 10 of zo. En daarna konden we gewoon daar naar binnen. En ja, die avond, het was gewoon eigenlijk best wel relaxed. Allemaal mensen die op de gastenlijst stonden, dus gewoon de gastenlijst afvinken. Juist. Mensen naar binnen, daarna deuren dicht en ja, gewoon naar binnen toe. En dat was eigenlijk mijn allereerste keer dat ik in aanraking kwam met beveiliging. Toen dacht ik van, ah. Prima werk. Mm-hmm. Als er niks gebeurt, dan hoef je ook niks te doen. Dus je bent niet op zoek naar werk of zo, weet je wel. Dat is niet helemaal mijn ding. Yeah. Ik vind het, als het moet, als er iets moet gebeuren, dan sta ik daar. Maar ik kan niet. Ik wil niet zo iemand zijn die constant maar dingen doet om maar bezig te zijn. Yes. Dus zo ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met beveiliging, dankzij Quint inderdaad. Door die eerste avond in de Crown feestje.
ook wel iets van. Maar nu werk je ook met jongeren, toch? Ja, ja, dus ik ben op een gegeven moment als horecaportier gaan werken. Mm-hmm. Dat heb ik eigenlijk denk een jaar of drie gedaan. Yes. Totdat corona begon. Okay. Toen ook een klein incidentje gehad, vechtpartijtje. Een paar rechtszaken zijn er toen uit voortgekomen. Okay. Uiteindelijk gewoon vrijgesproken, dus ben ik gewoon in mijn gelijk gesteld. Ja, maar nog gewoon in elkaar gestompt gewoon. Nou ja, nou, ik kreeg zelf eerst een paar klappen en er zijn gewoon een paar klappen over en weer gevallen. Okay. Maar ja, goed, Nederlands rechtssysteem, als je zoiets doet, als je slaat, zeg maar, dan gaan ze altijd gewoon dieper op in. Juist. Dus wat op zich prima is. Maar ja, goed, dat is, eigenlijk is het wel geluk bij een ongeluk geweest, toch? Mm-hmm. Want dat was eind januari 2020 is dat dus gebeurd. Mm-hmm. En toen werd dus eigenlijk gedurende die rechtszaak werd ik op non-actief gesteld. Want ja, als jij een rechtszaak hebt lopen, dan mag je niet aan de deur staan. Dus toen ben ik gaan solliciteren, ben ik eigenlijk in de sales terechtgekomen. Okay. Vlak voor corona. En in coronaperiode, ja, alle discotheken gingen dicht. Juist. Dus anders, als het niet was gebeurd, net om even terug te komen op jouw zinnetje, alles gebeurt met een reden. Juist, ja, klopt. Als dat niet was gebeurd, had ik gewoon werkloos geweest. Ja. Dus het is wel gebeurd en uiteindelijk heb ik gewoon een goede baan gehad en ben ik in de coronaperiode ben ik eigenlijk gewoon zonder kleerscheuren doorheen gekomen. Juist. Dankzij dat incident. Ja. En nu ben ik, hoe zullen we het noemen? Oh. Een soort toezichthouder op middelbare school. Oké. Okay. Dus ik loop samen met een collega van mij op een middelbare school. Mm-hmm. Waar we sowieso zorgen dat als er akkefietjes zijn, dat we dat oplossen. Mm-hmm. En waar we eigenlijk ook een beetje bezig zijn om jongeren te helpen. Om met wat meer discipline. Juist. Zorgen dat alles gewoon goed gaat, dat ze goed met elkaar om blijven gaan. Juist. Dus dat is wat ik nu nog doe. Ja, hoe herken je de jongen die gepest wordt op school? Of dat ik mezelf herken? Ja. Nou, weet je, ik denk dat ik alles heel goed heb verwerkt. Uh-huh. En dat ik alles heel goed een plekje heb gegeven. Dus het is niet zo dat ik daar nog echt mee struggle of zo. Nee, maar die jongens waarmee je nu op school bent. Ja. Als toezichthouder bezig bent. Ja, precies. Of dat ik... Je kinderen zijn altijd lastig. Ze gaan elkaar lopen pesten. Klopt. En je ziet heel veel. Ja. Omdat je het zelf hebt meegemaakt. Je weet ongeveer... Ja, ik ben daardoor wel zintuigelijk scherpzinnig geworden. Juist. Dus ik ben wel... ik zie dat soort dingen wel snel gebeuren inderdaad. Ja, dat klopt. Die herken je wel. Die herkenningspunten, ja. Ja. Dus, maar het is niet dat ik mezelf daarin terugzie of zo. Klopt. Dus dat niet. En probeer er wel voor te zorgen dat... Eigenlijk altijd als het in mijn macht ligt... om te zorgen dat het... voor beide partijen... Ja. Gewoon goed verloopt. Want ik ben er ook wel van overtuigd, op het moment dat je een pester bent, mm-hmm. dan gaat er ook iets mis in je leven. Ja, dus 9 voor 10 keer worden zij zelf ook weer gepest, op een heel ander niveau. Ja. Of thuis zit het niet helemaal zo. Exact. Daar ben ik mezelf ook wel van bewust. En ik denk dat heel veel leraren, die begrijpen dat denk ik niet. Mm-hmm. En dat denk ik dat zonde is. Juist. Want... Ik geloof, dat is ook een overtuiging van mij, ik geloof dat ieder mens van nature eigenlijk goed is. Juist. Tenzij er echt iets mis is met je, zeg maar. Maar als je gewoon een normaal mens bent, dus geen psychopaat of zo, dan denk ik dat je van nature goed bent. En dat je alleen slechte dingen gaat doen op het moment dat dat je slechte dingen meemaakt. Juist. Dus zeker kinderen of jongeren. Mm-hmm. Als je thuis aandacht tekort komt of je komt liefde tekort, dan ga je dat elders zoeken. Dan ga je dat elders zoeken en vaak ook op een negatieve manier. Dus als je thuis die aandacht niet krijgt, dan ga je die aandacht op een negatieve manier op school zoeken of op straat. Dus daar probeer ik ook altijd naar te kijken van oké, je bent dus op een negatieve manier bezig. Yes. Waar komt dat vandaan? In zover als het in mijn macht ligt. Yes. En probeer ik daar iedereen bij te helpen om te zorgen dat iedereen gewoon een beter en leuker leven kan leiden, toch? Juist. Ja, man. Oké. Is dat... Maar ik... niet per se dat ik het zelf herken. Mm-hmm. Maar ik ben zelf ook vroeger wel gepest. Mm-hmm. Ik had vroeger een bril. Ja. Noemde ze me Steve Urkel. Oh, ja. Maar dat bleef niet lang hangen. Nee. Ik pestte meer meisjes gewoon, omdat ik...
als je meisjes pest, wil je altijd kusjes. Ja. Dus ik was zo'n type. Ja. Maar ik was heel stiekem gewoon rustig. Mm. Als ik eentje zag, dan ging ik gewoon met haar praten. En dan op MSN destijds ging ik dan verder. Mm. Weet je, dus zo ging ik ze pesten. Om die MSN te krijgen, noem maar op. Weet je, dus, ja, juist. Ja, maar voor de rest, ik ben niet echt serieus gepest. Ik nam het altijd met een korreltje zout. Weet je, dus ik heb het in principe ook gewoon laten gaan. En op een gegeven moment werd het ook gewoon, is het ook gewoon stop. Maar waar kom jij, zelf vandaan? Waar ben jij opgegroeid? Ik ben opgegroeid in Nederlands Antillen. Oké, ja. Suriname geboren, Nederlands Antillen opgegroeid. Mm-hmm. En toen ben ik 15 naar Nederland gekomen. Mm-hmm. Ik moet zeggen, die periode daar heeft me wel gevormd naar wie ik vandaag de dag ben. Mm-hmm. Het was super rustig. Ik kon spelen, kon me echt als kind zijn. Mm-hmm. Maar toen ik naar Nederland kwam, mm-hmm. merkte ik gewoon dat ik levenservaring niet genoeg had. Mm. Als 16-jarige in Nederland was je veel verder dan als 16-jarige daar. Mm. Qua mind en qua denkwijze. Mm. Hier was het snel. Yeah. En daar was het nog heel... Je bent nog kind. Yeah, blijf kind. Mm-hmm. En hier moest je al gelijk zelf de stad ingaan, werken, noem maar op. Yeah. Daar hoeft hij niet te werken. Weet je, en die transitie, had me echt gewoon geraakt. Gewoon van, fuck. Ik moet echt gewoon heel veel gaan veranderen. Gewoon. En hoe ben je daarmee omgegaan? Ja, op een gegeven moment, ik zag vrienden waarmee ik, want ik woonde in Amsterdam Zuidoost, mm. Kikkerstein. Een van mijn goede vrienden waarmee ik nog steeds bevriend mee ben, mm. Die ging werken. Zei die van, ja, ga gewoon werken, dit, dat. Ik dacht van, weet je, fuck it. Ik ga me gewoon solliciteren bij McDonald's. Mm-hmm. Maar ik had mijn SOFI-nummer nog niet. Dus ik kon niet lang werken. Dus yeah. ik bleef maar een maandje werken, toen hebben ze me ontslagen. Met die 100 euro, ik zag een leuke broek. Een dieselbroek. Yeah. Ik heb die broek bij Bijenkorf verkocht. 100 euro was het. 100 yeah. gulden was het toen. Cool, ja. Ik heb 110 gulden gekregen. Ik was 16. Ik verdiende kapot weinig. Mm. 110 gulden. Ik heb echt letterlijk gewoon die broek gekocht, omdat ik die broek wilde hebben. Gewoon. Yeah. Ik heb die broek, serieus, zeker 4 jaar gedragen. Gewoon. Yeah. Ik zweer, ik heb hem uitgedragen. Gewoon. Toen op een gegeven moment begon hier achter te scheuren, hier te scheuren. Ik dacht van, weet je, fuck it. Nu kan ik die broek niet meer dragen. Nee. Weet je, maar die tijd heeft me wel geleerd van, je hebt ervoor gewerkt, mm-hmm. je moet jezelf wel belonen. Mm-hmm. Weet je, dus zo ben ik er eigenlijk mee omgegaan. Gewoon. Mm-hmm. Maar het is gewoon fucking leuk, man, daar zo. Dat is echt gewoon leuk, man. Dat is niet normaal, gewoon. Maar ja, je woont nu nog steeds, tenminste, je woont nog steeds in Amsterdam? Ja, in Almere. Okay, maar ik ben regelmatig in Amsterdam en Rotterdam te vinden. Ja. Dus je gaat me wel hier en daar zien, gewoon. Je gaat me wel hier en daar zien. Ja, dus omdat je zegt van, dat die tijd heel erg leuk was, hè, in Nederlands Antillen. Ja. Maar zou je dan niet terug willen? Wonen? Ja. Nee. En waarom niet? Ik zou eerder hier willen wonen. Mm-hmm. Kinderen, vriendin. Mm-hmm. In principe gewoon stabiel zetten. En dan wil ik wel, als ik een paar miljoen heb. Mm-hmm. Ik hoop dat YouTube betaalt. Dus ik ja. beginnen jullie te doen. En dan wil ik best wel een huis daar kopen. Yeah. En dan regelmatig daar naartoe gaan. Genieten, terugkomen. Mijn doel is eigenlijk gewoon puur mm-hmm. stabiel mm-hmm. inkomen creëren, mm-hmm. zodat ik dan 3-4 keer per jaar weg kan gaan. Yeah. Zodat, om te kijken van, ik moet dit nog betalen, ik moet dat nog betalen, mm-hmm. maar dat ik gewoon vrij kan leven. Mm-hmm. Dat is mijn doel. Mm-hmm. Weet je, dus dat is het enige wat ik wil. Maar ja, het is wennen, doen, heel veel doen. Mm-hmm. Een van die dingen die ik ook heel erg heb, is dat wanneer ik 80, 90 ben mm-hmm. en ik kijk terug naar het leven, mm-hmm. dat ik zoiets heb van, je hebt toch wel alles gedaan wat je wilt doen. Mm-hmm. Niet dat je later terugkijkt van, shit, had ik dit maar gedaan, had ik dat maar gedaan. Mm-hmm. Snap je? Dus mm-hmm. daarom ben ik ook met een podcast begonnen. Yeah. Daarom heb ik jou ook gewoon benaderd van, ik moet dit gewoon doen. Yeah. Weet je, dus vandaar. Maar als ik terug ga, dan ga ik zeker mijn neven, nichten, familie opzoeken. Weet je, dus die heb ik nog genoeg daar. Dus mm-hmm. Ik kan altijd wel teruggaan, dus daar niet van. Als je gaat kijken naar de hedendaagse problemen, toch? Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, welke hedendaagse problemen? Er zijn zoveel. Er zijn zoveel, precies. Er zijn zoveel. Kijk, om een voorbeeld te nemen, want ik zie heel veel voorbij komen mm-hmm. In mijn feed mm-hmm. over Israël en Palestina. Hoe mensen daarmee omgaan. De een zegt van ja, het gaat om religie. De ander zegt van het gaat om grondbezetten. Mijn vraag is, hoe kijk jij als persoon ernaar? Is gewoon puur jouw mening? Ja, dan zou ik jou heel eerlijk zeggen. Mm-hmm. Ik weet er gewoon
te weinig van af. Okay. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat niemand wil dat er zoveel levens worden verwoest. Ja, klopt. Wat ik wel denk, is dat te veel mensen van alles vinden, willen zeggen, willen roepen. Juist. Zonder dat ze er echt verstand van hebben. Juist, weet je? En dat is denk ik de reden waarom ik ook social media onder andere heb gedeactiveerd. Ja, dat zag ik je inderdaad. Is omdat iedereen roept maar van alles. En iedereen wil overal op reageren. Iedereen vindt zichzelf heel erg belangrijk. Terwijl ze eigenlijk... Ze praten veel, maar ze zeggen niks. Snap je? Ja. En dat wil ik over dit onderwerp, dat ook best wel gevoelig ligt natuurlijk. Ik heb het er in privésfeer wel over. Om gewoon mezelf te verdiepen in wat bepaalde mensen ervan van vinden. Ja. Maar ik vind... Ik weet het te weinig van af om daar echt een mening over de wereld in te helpen. Het enige wat ik erover wil zeggen is dat ik het gewoon niet mee eens ben dat er gewoon zoveel mensen het levens worden genomen. Dat ben ik volkomen met je eens, man. Dat ben ik wel volkomen met je eens. Ik heb heel veel mensen in mijn feed die heel veel posten. En ik lees ook heel veel daarover. Ik vind het gewoon zonde. Eén persoon die doodgaat is al fucked up genoeg. Ja, juist. Twee is te erg. Ja. Maar 100.000, ja, ik kan er heel slecht tegen. Gewoon. Ja, en dan weet je wat ze dan allemaal zeggen over een stukje grondgebied wat is afgepakt van de Palestijnen, geloof ik. Ja, kijk, eens is ook. Alleen als we het eventjes nog verder terug gaan trekken, er is elk stuk grondgebied is van iemand afgepakt. Yeah. Weet je, dat is gewoon hoe de wereld nou eenmaal in werkt. Page, ja. Dus ik vind dat soort argumenten dat ik dan denk van ja, weet je, dat wat hebben we eraan? Ja. Ik zou het gewoon mooi vinden als er gewoon eens een keer echt serieuze wereldvrede komt. Ja. En weet je, leven laat leven toch? Okay. Mijn vraag voor jou. Ja. Laatste vraag. Ja. Als jij de wereld kon veranderen, wat zou jij veranderen? Als ik de wereld zou veranderen, wat zou ik veranderen? Ja man, dat is een... Ja, kijk, ga je zeggen wereldvrede, ja, dat zou ik natuurlijk super vinden. Ja, als ik de wereld zou veranderen, wat zou ik dan veranderen? Wat zou ik veranderen aan de wereld? Ik zou in ieder geval... Zo. Nu dat ik zelf moet nadenken erover. Denk ik, ik zou meer... Iedereen evenveel geven. Het is nooit genoeg eigenlijk. Wat ik heb gemerkt, het is nooit genoeg. Iedereen wil meer. En dat is het interessante aan het mens zijn, vind ik. Ja. Kijk, iedereen evenveel geven, dan krijg je een beetje dat communistische idee. Maar aan de andere kant, stel je nou voor, jij bent een chirurg. Mm-hmm. Ja? En iemand anders die is een vakvuller. Ja. Ja. Je moet ze allebei evenveel geven. Ja. Maar die chirurg, die werkt zeg maar 40 uur in de week. Een vakvuller werkt ook 40 uur. Ze werken in principe evenveel. Ja. Als die vakkenvuller na 40 uur is die klaar, dan staat alles gevuld. Dat is dus prima. Uh-huh. Maar je chirurg, die kan zomaar zo zijn van, joh, er is nou iemand gewond. Uh-huh. Je moet even overwerken. Ja. Moet je dan extra krijgen of niet? Ja. Oké, dus dan krijg je het kapitalisme weer terug. Want die chirurg, die gaat dan dus inderdaad extra werken. Die krijgt hij ook meer. Uh-huh. Maar ja, die vakkenvuller, daar is geen extra werk voor. Nee, klopt. Dus... Dat evenveel, dat gaat dan ook weer niet op. Want sommige beroepen, daar wordt gewoon meer van verwacht en meer van gevraagd op sommige momenten. Juist. Dus dan moet je ze meer geven, waardoor die oneerlijkheid dan weer een keer terugkomt. Klopt. Dus ik ben daarin, van het evenveel geven ben ik het niet mee eens. Ik denk dat daarin het kapitalisme wel goed werkt. Dus op het moment dat jij meer wilt, dan moet je meer doen. En kan je meer gaan verdienen. Juist. Ik denk dat als ik iets zou veranderen, zou ik zorgen dat mensen de verantwoordelijkheid voor bijna alles bij zichzelf leggen. Want dat is wat ik nu, dat is het probleem wat ik denk het meeste terugzie in de hedendaagse samenleving, is dat mensen constant verantwoordelijkheid bij een ander neerleggen. Juist. Ik voel mezelf slecht, dus jij moet jezelf aanpassen. Juist. Ik heb te weinig geld, want hij heeft te veel geld. Juist. En in plaats van dat ze zeggen, ik voel mezelf slecht, dus ik moet andere dingen gaan doen. Of ik heb te weinig geld, dus ik moet meer gaan werken. Mm-hmm. Leggen ze constant de verantwoordelijkheid bij anderen neer. In plaats van aan de spiegel kijken. Juist. Dus ik denk dat ik dat
zo doen. En ik denk dat op het moment dat dat gebeurt, dat er dan ook meer wereldvrede is. Want als je dus in gaat zien van iemand die noemt mij een klootzak, oké. Dus ik moet mijn eigen interpretatie van het woord, of ik kan zelf weglopen om te zorgen dat ik geen last meer van heb. Ik denk dat dat ook wel weer bijdraagt aan een stukje meer wereldvrede. Ja. Want als je constant zegt, jij bent verkeerd, dus ik moet iets, dus daar moet iets aan gebeuren. Wat je denk ook vaak ziet met oorlogen. Hitler bijvoorbeeld, die vond, ja, Joden zijn verkeerd, dus die moeten omleggen. Israël, Palestina, wat daar een verhaal precies tussen is, dat weet ik niet. Maar Israël vindt iets van Hamas. Hamas vindt iets van Israël. Juist, heen en weer de hele tijd. Precies. En weet je, leven en laat leven en leg de verantwoordelijkheid bij jezelf. Juist. Ik denk dat dat het belangrijkste is, man. En ja, heb ook gewoon, ja, wat ik zeg, leven en laat leven, toch? Ik bedoel, mensen zijn nou helemaal anders. En er zullen mensen zijn waar je makkelijker mee matcht, waar je gewoon meer respect voor hebt, waar je gewoon beter mee kan lachen. En andere mensen waarvan je denkt, van, ja man, je bent gewoon niet mijn bloedgroep. Maar ja, die zijn er ook en laat die ook gewoon zijn. Leven en laat leven. En als je dat, als jij groep A, om het zo maar te zeggen, gewoon lekker met groep A kan leven. En heb je groep B, die kan lekker met groep B leven. En groep A laat groep B ook leven. Ja. En groep B laat groep A ook leven met wederzijds respect. Dan is er helemaal geen probleem. Klopt. Dat zou ik denk ik noemen. Nou, wil ik hem bij deze afsluiten, ouwe. Thanks, man. Leven en laat leven. Dat sowieso, ouwe. Yes? Sowieso. Dus, in andere woorden. Als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat alsjeblieft gewoon gelijk. Volg die jongen. Hij doet zijn ding. Weet je, dus hij heeft binnenkort weer partijen staan. Hij is op weg naar One Champion, dat is voor mij dat, is voor mij dat zo. Dus volg die jongen. Dus like, abonneer en doe wat je moet doen, man. Dankjewel, man. Yes.